Goedemorgen allemaal. Dag 40. De ontmanteling van de reis is begonnen. Campertje staat weer binnen. En we zijn druk bezig met het uitpakken. Kijk, de busje staat weer netjes binnen. Allereerst wil ik nog even alle kijkers bedanken voor alle leuke reacties, alle tijd dat jullie besteed hebben om de filmpjes te bekijken. Afgezien van de paar negatieve reacties, hartstikke leuk, dankjewel daarvoor. En ja, het heeft ons in ieder geval gestimuleerd om iedere dag een leuke video te proberen te maken. Helaas is het niet iedere dag gelukt om iets leuks te doen, omdat, ja, nogmaals, de corona die gooit gewoon de roet in het eten doordat er allerlei dingen dicht zijn. En ja, dat is jammer dat je dan niet de dingen zou kunnen bezichtigen die je zou graag zou willen bezichtigen. Maar in ieder geval hartstikke bedankt voor alle support en alle berichten die we gehad hebben. We zijn, ja, dat vinden we super, ook namens Katja. Nou, wij zijn weer veilig thuis, gisteren aangekomen, lang over gereden toch nog. We zijn uiteindelijk iets van 15,5 uur onderweg geweest, 1400 kilometer gereden, dus was best wel een aardig tripje. We waren niet moe, dat moet ik zeggen, maar dat komt natuurlijk dat we de hele vakantie lekker hebben kunnen uitrusten, dat scheelt natuurlijk een heel stuk. Dus dan blijf je wel een beetje fit. Of het verstandig is om zo lang te rijden, ja, weet ik niet. Maar ja, als je je goed voelt en je hebt geen slaap of je hebt geen ding, denk ik dat het gewoon geen probleem is. Er zijn ook wel eens mensen die werken langere tijd achter elkaar, dus dan moet het op zich ook geen probleem zijn. Ik heb net de Smart opgehaald. Ik heb bij mij in het dorp nog twee andere garageboxen en daar stond de Smart in, dus die heb ik net opgehaald. Dus ik ga even naar de Jumbo, ga ik even boodschappen doen. Nou, de aanhanger die staat ook weer bij mij op pad. Die kan ik ook weer leeg gaan halen. Dan gaat alles weer op zijn plek. En dan ga ik nog eens even de bonnetjes en dergelijke. Ik kreeg ook nog vragen van mensen van wat heb het nou allemaal gekost. Dus dat wil ik ook nog even. Maar dat krijgen jullie ook nog te horen. Maar dat moet ik even allemaal goed op papier zetten. Kijk, ik heb hier een hele stapel bonnetjes. Van tankbonnetjes tot en met supermarkt en boottochtje. Weet ik het allemaal. Dat moet ik allemaal even uitzoeken. En dan ga ik daar ook nog wel even een videootje maar over maken van wat heeft het nou gekost? Wat heeft de brandstof gekost? Wat heeft het aan tol gekost? Wat heeft het aan eten gekost? En dat soort dingen. We maken nog een aparte video over, want dat moet ik even allemaal goed gaan uitzoeken. Ja, en ik moet zeggen, het is toch wel weer lekker thuis. Lekker de verwarming aan. En ja, verder is alles is in orde. Ik ben toch wel weer blij dat we terug zijn, moet ik zeggen. En ik denk dat ik er een goede beslissing aan heb genomen om, terug te gaan. Er zijn inmiddels alweer een hoop dingen veranderd in Spanje. Ook regels worden aangescherpt per provincie. In Frankrijk zijn ook weer dingen veranderd. Dus ja, weet je wel. Ik heb geen zin om dadelijk 10 dagen in quarantaine te zitten in Frankrijk voordat ik weg mag. En dat soort dingen, weet je wel. Dus dat was de reden voor mij dat ik dacht van wegwezen hier. En het is jammer, maar er komen nog genoeg keren dat ik er naartoe kan. Dus ik vind het niet zo'n probleem. Mensen dachten trouwens ook nog van, ja nou, dan stopt het helemaal met vloggen. Dat is natuurlijk niet zo, want ik blijf gewoon video's maken. We gaan ook nog andere weekendjes weg met de camper. En ik zal ook nog wat technische video's maken over campers en andere zaken. Dus
Video's die blijven er gewoon komen. Ik zal niet iedere dag weer een video posten, maar zeker één keer of twee keer in de week dat er toch wel weer een nieuwe video komt. Dus je kan gewoon blijven kijken. Nou, naast dat die bonnetjes dat ik dat uit moet werken, zijn er misschien nog andere vragen die jullie hebben. Stel ze dan, dan kan ik ze meenemen in de volgende video. Ook is het zo dat mocht jij zo'n telefoonhoudertje hebben gewonnen, ik heb nog niet van iedereen de adressen gekregen. Dus wil je dat ik hem opstuur, dan moet je wel je adres achterlaten. Dan kan je sturen naar het e-mailadres. En dat zal ik in de beschrijving zal ik het e-mailadres erbij zetten. Als je daar nou je berichtje naartoe stuurt, dan weet je zeker dat je dat ding thuis gestuurd krijgt. Maar nogmaals, moet wel je adres hebben, want anders kan ik hem niet opsturen. Nou, dat was het weer voor deze video. Bedankt voor het kijken. Nogmaals, heb je vragen, doe het onder in de comments. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan even, want het is helemaal gratis. En blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste video's. Nogmaals, er komen nog steeds video's. We blijven filmen, technische video's, reisvideo's. Dus als je geabonneerd blijft, blijf zeker op de hoogte van alle nieuwe dingen die we gaan ondernemen. Bedankt voor het kijken.